Hele goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en de 25e en ik ga jullie meenemen vandaag. Ik heb een hele leuke dag voor de boeg, want ik ga samen met Wendy lekker naar Amersfoort. We gaan er lekker lunchen samen en oh, helemaal zin in. Waarschijnlijk lekker even shoppen. All that kind of stuff. En heel misschien als het weer meevalt, voor nu valt het nog een soort van mee. Maar je weet het nooit, want het zou eerst de hele dag echt gieten. Maar nu is het blijkbaar droog tot 11 uur, dus we gaan het even zien. Om 11 uur neem ik de trein en dan ben ik om 12 uur in Amersfoort, op Amersfoort station. En ik neem gewoon kleding mee, zodat we kunnen kijken van als er tijd is, gaan we nog even shooten. Hier gaat iets mis. En ondertussen kijk ik The Bold Type. Dat is helemaal mijn nieuwe verslaving. Ik ben zondag begonnen en toen heb ik in één dag al bijna anderhalf seizoen gekeken. Dus ik ben nu echt heten wanneer ik me lekker opmaak. Of als ik soms in de trein zit, ben ik lekker die serie kijken. Het is echt heerlijk. Ja, ik zeg te veel maar ik kan er gewoon niet mee stoppen. I'm sorry. Ik zei in mijn vorige week vlog aan het einde dat ik nog ook zou vloggen als ik toen ik met Joyce was gisteren. Maar we waren met de kids en ik vond het niet gepast om te filmen. Het was wel echt super gezellig. Maar ik dacht, joh, weet je, ik ga niet filmen nu ik gewoon met die kids zijn. En het was wel heel leuk. We hebben een soort piratentocht gedaan. En dat is een soort tocht die door Drenthe gaat. En dan moet je met de auto doen. En dan moet je allemaal soort minigames doen. En dan worden er allemaal verhaaltjes verteld. Die moet je dan voorlezen. Een hele route kan je dan volgen. En dan kan je piraatjes zoeken. En zo, dat was echt voor die kids zo leuk. En toen daarna zijn we nog even naar Batavia gereden. En hebben daar lekker Starbucks gedronken. Hebben nog even geshopt. Heeft Teddy van mij een superleuk rokje gekregen. Ik kon het gewoon niet laten. Ik wou gewoon wat voor dat kind kopen. Vind ik zo leuk. En Teddy is echt mijn schatje. I love it. Joyce ook trouwens. En dus het was gewoon weer echt een heerlijke dag samen. Dus nu met Wendy vandaag ook echt heel erg veel zin in. We hebben elkaar gewoon zo lang niet gezien. Dus ik ga hem nu klaarmaken. Ready for today. Ik heb een hele leuke outfit aan, zeg ik het zelf. Is het regenproof? Absoluut niet. Want het is helemaal wit. Maar ik ben wel heel erg excited over de outfit. Dus joejoe. Klaarmaken. Ik ben echt moe. Ik heb mij klaargemaakt. Ik wil eerst voor een totaal witte outfit gaan. Maar uiteindelijk was het gewoon niet helemaal het. Dus ik heb nu deze witte blouse aan met die grote kraag. Deze jurk van MS Mode. Een witte panty en mijn Nike's. En ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal zeker over. Maar ook weer wel. Zo moeilijk. Dus ik zit even gewoon in kledingstress. En ik ga zo meteen even ontbijten. En misschien moet ik met de bus, misschien kunnen mijn ouders me wegbrengen. Ik heb geen idee. Dus we gaan het in ieder geval zien. Maar ik zit nog even in dubio over de outfit. Dus er is een grote kans dat Sasha wat anders aan gaat doen. Maar we gaan zien. We gaan zien. Jullie gaan zien. Binnen een paar seconden. Ik ga voor Pinterest struinen voor outfits. Ik heb mij klaargemaakt. En ik wil wat zeggen, maar ik weet niet meer. Ik heb deze trui aan. En ik heb deze sieraden om en in. Deze trui dus aan. Deze jurk van Monkey en mijn Balenciaga's heb ik aan. Ik doe hier denk ik een grote blazer overheen als jas misschien. Ik weet niet of het te koud is of te warm, maar ik heb wel een dikke trui aan. En verder, ik wou de spullen meenemen voor outfits, maar ik denk dat ik het niet ga doen. Ik vind het ook wel weer moeilijk. Want ik heb er gewoon niet heel veel zin in. Soms heb je gewoon van die dingen dat je denkt, ik ben gewoon niet in de mood om het te doen. Dus dan denk ik, ja, why would I do it then? Ik ga er nog heel even over nadenken, maar ik moet ook echt gaan eten. Want ik moet straks naar het station. En ik moet wel even wat eten natuurlijk. Dus ik denk dat ik het... Nee.
Ik hoef ook niet altijd te shooten. Maar het is wel, ik moet wel nu van woensdag tot zaterdag werken. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Weet je, wat wel scheelt als het een beetje lekker weer is, is het 's avonds nog wel oké licht. Dus dan zou ik 's avonds na werk nog foto's kunnen maken. Ik ben echt weer allemaal dingen en... Oh, onzin aan het lullen. Oké, nou, ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik word gewoon heel erg moe van mezelf, dus daarom praat ik ook heel erg moe. Ik ben gewoon een beetje... Lalalala. Weet je wel? Ik ga kijken wat ik ga doen. Ik moet ook nog een foto maken voor een telefoonhoesje. Dat moet ik ook nog doen. Dus dat moet ik wel sowieso vandaag doen, maar dat komt helemaal goed. We shall say, oh my god. Ik ben op weg naar de bus. Ik wou eerst eigenlijk gaan fietsen. Maar zo dacht ik... Nee, want ik keek even op buienalarm. Dat is echt mijn safe... Mijn lifesaver. Safe lifer. Mijn lifesaver. Want die is gewoon altijd goed. Dus ik loop nu naar de bus. Dan ga ik met de bus naar het station. En... Mijn tas zakt de hele tijd af. Vet irritant. Ik heb een paraplu mee. Want je weet niet wat het weer gaat brengen. Ik heb deze trui aan en een blazer. Want ik dacht of ik nou een blazer of een trenchcoat aandoe. Maakt in principe niet heel veel uit. Qua warmte. Dus. Van zwaar. Dus nu met de bus. En dan ja, lekker op naar Amersfoort. Dan kom ik daar om 12 uur aan. Het is nu... 10:55 of zo. Maar die bus is heel vaak eerder of later. Of ik krijg geen pijl op trekken. En als die eerder is, dan rijdt hij gewoon weg. Dus dan ben je de lul. Dus ik ben altijd redelijk op tijd hier. Want ja, er rijdt maar één keer in het half uur een bus. Dus ik moet wel op tijd zijn natuurlijk. Ik neem jullie mee. Ik zie jullie. Ik hoop dat het een leuke dag wordt. Maar dat denk ik wel. Dat is altijd zo. Maar ook voor jullie, voor de vlog, zeg maar. Ik ben nu hier bij de H&M in Amersfoort. En ik moest nog heel even passen. Ik heb deze blazer en dit shirtje. De blazer had ik al online gezien, dus ik was heel erg benieuwd. En Wendy is even op mij aan het wachten. We gaan lekker eten. Zo, je ziet me niet eens. Oh, daar zijn we. Gaan we weer. Hallo. Ik ben hier met Wendy. We zijn weer in Amersfoort. We zijn hier al echt de hele tijd. Het is inmiddels, hoe laat zou zijn, bijna 3:30. Nee, ja. 3:00? 10:30. En we hebben al lekker wat geshopt. Ja. Lekker geluncht ook, al heerlijk. En... gek bootje hier op de water. Oké. Even afgeleid. Ik zal thuis even laten zien wat ik heb geshopt. Oh, daar is het ook leuk. We lopen helemaal weer aan de verkeerde kant. Nou, we moeten toch waarschijnlijk weer een soort van terug. Dus, ja. En nu gaan we even proberen een fotootje te maken voor Sasloeks. De Instagram. Ja. Nee, nu gaan we zo ook even weer, ik denk even taartje of zo eten. Zin in wel. Maar ik denk dat we bijna alle winkels wel hebben gezien, toch? Ja. Ja, dat sowieso. Ja. De leuke winkels. Kijk, de Zara is nu weg hier in Amersfoort. Dat is weer een gemis. Echt, dat is zo laatst. Zag mijn moeder dat op het nieuws. Dat de Zara in Amersfoort weg was. Iedereen is helemaal in shock. Ja, en zij weet dat, terwijl ze in Dalfsen woont. En ik woon 5 minuten van Amersfoort af en ik weet het niet. Kijk, weet je, ik ben gewoon helemaal educated als het om Zara gaat. Ja. Weet ik het. Als het om kleding en shoppen gaat. Nee, daar konden we helaas... Yes, I'm that girl, yes. Nou, nu gaan we een foto maken. Ik denk dat het moet wel lukken, want het is best lekker weer. Ik denk het moet wel lukken. Ja, het ging niet helemaal soep. Ik hoopte zo dat je niet door... Oh, voor wie is deze tuin? Oh, ik dacht het is echt prachtig, maar... Valt wel mee. Valt tegen. Wat is dat voor een huis? Nou ja, in ieder geval, ik ben helemaal aan het lullen. See you. Even kijken. Ik zag een pet op doen. Een nieuwe. Zo leuk. Van de witte? Ja, leuk. Dat ik ook verder niet... Ja, of de roze, want je hebt ook roze. En hij is een beetje dezelfde kleur. Ik hoef niet mijn hele outfit erop, gewoon een beetje boven. Wat?
Ben je maar het modellen hier? Nee. Nee. Ja, blond hè? Ja, je bent heel blond. We zijn lekker taartje en een koffie eten. Oh, zo lekker. Het regende net echt tering hard. Oh, boes, boes. Maar nu is het eindelijk droog. Dus enjoy. Zo, weer donker. Woehoe. We zijn een beetje donker. Maar ik heb een nieuwe pet op. En we zijn nog wat winkels in geweest. We hebben nog leuke dingen gescoord. Lekker een taartje gegeten ergens. Nou, het moet toch niet gekker worden weer. Echt, het was een heerlijke dag. En nu weer op naar het station. En dan daarna lekker naar huis. Ik heb geen idee. Oh jezus, die lippen. Kan niet. Godsamme. En ik heb geen idee hoe laat mijn trein gaat, maar ik zie het wel. Ja. We shall see. En ik heb een nieuwe broek aan, maar die laat ik thuis wel zien. Heel leuk, broek. Heel leuk. En hij is laat. Sneak peek. Nou, see you. Wij gaan op naar het station. Ik hoop dat jullie blijven staan. Het is inmiddels iets van 7:30. Ik zie er niet meer uit door het mondkapje. En door dit weer, want het is een verschrikkelijk weer ook. Maar ik wou nog even laten zien wat ik heb geshopt. Zo, zonnetje, goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. Ik heb dus wat dingen geshopt vandaag. Super blij mee. Er komt zo meteen ook nog een bestelling binnen. Maar ik moet zo eerst even mijn haar fixen. Wat ik heb geshopt. Jeetje, wat kan je lang lullen. Het was zo leuk vandaag. Het was zo gezellig met Wendy. We hebben lekker gegeten. Nou, ik had het een beetje gedeeld. Lekker taartje gegeten. Eerst lekker geluncht. We hebben lekker geshopt. Lekker rondgelopen van alles. Jullie konden zien dat we even een foto aan het maken waren. En ja, ik heb gewoon super leuke dingen gevonden. Ik ben helemaal happy. Ik zal eens beginnen even met deze. Die zagen jullie al dat ik een beetje op had. Is deze pet van Nike in het pastelpaars. Heel zacht pastelpaars kleurtje. En deze heb ik bij de Van Haren gekocht en waren €17 daar. Ik weet nou niet of het goedkoper is als gewoon bij Nike besteld. Maar ik zag hem en ik dacht het is zo leuk. Dus deze pastelpaarse. En ik heb die ook precies hetzelfde in het wit. En deze witte heb ik precies dezelfde van in het blauw. Met het zilveren logootje. En die pastelpaars heeft een wit logootje. Maar echt, oh, ik vind het zo schattig. Ik ben helemaal into petten de laatste tijd. Dus ik ga even dit allemaal eraf halen. En dan lekker dragen. Oh, heel blij mee. Dan had ik op, had ik dat, in de vorige week vlog had ik dat topje laten zien van Lovies. In het mintgroen die ik op Ameland heb geshopt. En er bleek dus ook een paarse van te zijn. Wist ik wel online. Die zouden ze ook daar in die winkel hebben. Maar die hadden ze toevallig niet meer op voorraad. Dus mijn moeder en ik die hadden beide al van, oh, die paarse, vet, love it. Was ik in een boutique in Amersfoort en ze hadden de paarse. Kijk dan, zo'n heel leuk topje met schoudervulling en een hoge hals. Dus ik ben hier heel blij mee als het weer wat meer toelaat. Ga ik dit zeker heel veel dragen. En misschien mijn moeder dus ook. Echt, oh, I love. Ik ben helemaal fan. Die? Dan nog een heel leuk. Mensen, pas op, want ik ben helemaal into geel. Wacht, is dit DL? Nee. Dat is geen deel. Want ik heb ook iets bij Push Beauty besteld. Dus dat is ook binnen. Dit shirtje heb ik bij H&M besteld. Dit heeft geen schoudervulling. Echt. Maar het is wel iets meer dubbel gevoerd bij de schouders. En ik ben helemaal into geel. Dus jullie gaan heel veel geel zien. Deze was €10. Dat topje van Lovies is €21,99 volgens mij. Dus deze. Hele lekkere topjes voor de zomer en lente. Wat het nu niet is, want het is scheidweer. Dan een hele leuke broek. Waarvan ik vertelde dat ik hem aan had. En ik had hem inderdaad aan, want ik had het koud. Dus ik dacht, ik trek hem alvast aan. Dat is een gele tie-dye flared legging. Oh my god, ik zag dit. We waren bij de Koopmans. En dat is volgens mij een soort winkel waar ze heel veel oude collecties van Costes, Sting, District, maar ook nieuwe collecties van Seven Sisters
en weet ik het allemaal, Amy en Ivy of zo, verkopen ze er allemaal. En daar zag ik opeens in een sale rack, deze, ik kon niet echt wat vinden, moet ik eerlijk zeggen. Maar deze legging zag ik opeens, hij is van heel stevig stofje, dus dat is heel lekker. En hij is zelfs te lang. Ik had mijn Balenciaga's aan, dus daar viel hij heel mooi op, want dat zijn hele grove schoenen. Maar ik denk met een andere schoen dat hij gewoon op de grond valt. En ik ben daar toch fan van. Want ik hou van flares, maar ze moeten wel echt lang zijn. Dus ik heb ook eentje van Stieglitz met bloemen. En die is ook echt lang, lang. En ik ga er gewoon zo goed op. Ik heb nooit dat iets te lang is. Dus wanneer ik erop loop, dan vind ik het fantastisch. Maar deze dus met geel, tie-dye, een beetje waterverfachtig. En de flare is heel wijd. Want ik heb best stevige bovenbenen. Wat ik heel vaak heb met een flare, is dat mijn flare minder breed is als mijn bovenbeen. Dus dat ziet er heel raar uit. Dus ja, mega blij mee. Dit is officieel van het merkje Melting Stockholm. Geen idee, ik heb maat XL. En volgens mij werd dit verkocht bij Sting. Wordt dit verkocht, dit merk? Geen idee, maar het is een oude collectie. Maar echt, ben je bij een koopmans, kijk of ze hem hebben. En je bent ook 1,80. Look it up. Zo, goedemiddag. En dan heb ik nog 3 zonnebrillen gekocht. Als allereerste heb ik deze ook in dat boutiqueje waar ik dat topje van Lovies heb gekocht. En deze is dus blijkbaar ook van Lovies. Ik vond deze helemaal fabulous. Kijk die meid. Helemaal diva zijn. I love it. Want ik heb eentje, ik heb nee, 2 zonnebrillen van AK Sunnies of AK Gerbe. Gerbede? Geen idee. AKSunnies.nl. Daar heb ik er 2 van. Die zijn heel fijn. Die zijn heel goed. Heb ook echt die UV dingen wat erin moet zitten. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik wil af en toe wat meer ook fashion zonnebrillen. Dus wat meer afwisselen. Dus daarom vond ik deze heel mooi. Ik heb nog niet echt zo'n bruine modelletje. Heel leuk. En opeens was ik bij de H&M. En daar zag ik pareltjes. Ik ga eerst even het elastiekje en zo losmaken. Want anders kan ik hem niet goed opdoen. En dat haat ik. In ieder geval, ik moet ook even dat papiertje eraf halen, anders zien we eruit. Deze, zo'n gele. Nou, sorry, maar dit. Hij zit scheef op mijn neus. Even serieus. Dit is fabulous. Dit is echt fabulous. Ik weet niet. I love it. Heel erg leuk, deze. Ik vond ze er wel een beetje klein uitzien eerst, maar hè. En die heb ik ook. Maar hier moet ik wel het elastiekje van afhalen, denk ik. Dit is helemaal ingewikkeld. In ieder geval. En ook een licht blauw. Ik ben helemaal into blauw. Maar dit is toch vet gezellig. Ik vind het helemaal leuk. Ik zag ze opeens hangen. En deze waren voor mij 8 euro per stuk. Staat dat erop? Ja, 8 euro per stuk. Dat is echt niet duur. Kijk, het doet waarschijnlijk ook niks. Maar het is gewoon voor fashion. Gewoon posings, weet je wel. Dus dat is wat ik heb gekocht vandaag. En verder komt er van Zalando zometeen een pakketje. En ik denk dat het die is. Want ik heb er 2 besteld. Morgen komt er 1. En vandaag. En ik denk dat het mijn Buffalo schoenen zijn. En Nike trainingsbroek. En ik heb een tas van Nuno Bags besteld. Dus ik denk dat dat... De Nuno bag morgen komt en, of in ieder geval morgen of donderdag of vrijdag, geen idee. En vandaag de Buffalo's en de trainingsbroek, denk ik. Zou chill zijn, zou fijn zijn. Niet dat ik het aankomende dagen kan dragen, want ik moet vanaf morgen tot zaterdag gewoon werken. Maar het zou toch leuk zijn als het er is. En wanneer dat er is vanavond, laat ik dat ook even zien. Nu ga ik even mijn haar fixen, want ik heb... Hier bij mijn oren een vlek. Hierboven een klein vlekje. Hier een vlek. En het is hier achterop helemaal katsoranje. Dus ik moet het even opnieuw in de verf gaan zetten. En dan mijn haar weer wassen. Zodat het morgen gewoon er goed uitziet als ik ga werken. Oh god, de DHL komt eraan. Oh my god, I'm scared. Oh my god. Joe, ik ga mijn haar fixen en DHL komt eraan. Hoe? Ik ben er weer. Heel buiten adem. Ik dacht dat mijn ouders gewoon beneden zaten. Blijkbaar waren ze in de tuin waar ook de bel afgaat. Maar blijkbaar hebben ze niks gehoord. Dus ik een rotgang naar beneden rennen. Om het aan te pakken. Maar pakketjes. Van Push Beauty heb ik besteld. Ik heb natuurlijk weer geen...
hoe heet het? Ik ruk het gewoon even open. Ik heb natuurlijk helemaal geen schaar hier. Maar ik heb wat fucking vets besteld. Ik ben natuurlijk een soort van make-up addicted. Nou ja, het valt mee. Maar wat ik heb besteld is iets voor de eyes. Hoe ga ik jou open krijgen, vriendin? En het is van Carla Cosmetics. En het was dus eerst niet in Nederland te krijgen. En nu zag ik iedereen op Insta het erover hebben. En ik volg Push Beauty dus ook op Instagram. En daar zou ik over bij komen. En toen dacht ik echt, oh my god, moet ik hebben. Ik krijg het gewoon niet open. What the fuck? Er zit helemaal een moeilijke sticker overheen. Ik moet die lange tangles van mij. Gaat toch helemaal niet goed. Zo benieuwd naar mij. In ieder geval, Carla Cosmetics. En het is dus echt zo'n heel soort monochrome eyeliner-achtig ding. Het is echt heel vet. Oh, wat vet. This is the packaging and look at that color, honey. Oh. Kijk dan. In elk licht is het hier anders. Als ik dit nu laat vallen, hè. Kijk dan. Dan lijkt het meer paars. En dan lijkt... Oh. Nee, dit is niet normaal. Dit potje is €25. It's mucho. Maar ik denk wel dat je er tering lang mee doet. Make-up is ook gewoon best prijzig. Dit is de kleur Lullaby. Of Lullaby, Lullaby. Dus ben je benieuwd? Push Beauty. Ik zal even de link hier beneden zetten van Push Beauty. Het is echt fantastisch. Ik heb het gewoon zelf betaald. En ik vind het gewoon echt een hele goede website. En volgens mij zag ik een aankondiging dat ze Danessa Myricks krijgen. Dus dat ze op hebben inmiddels. Geen idee, maar... Oh, zo fantastisch. Zalando. Ik denk dat mijn schoenen zijn, want het is echt tering zwaar. Het is helemaal een soort shoplog dit. Oh, I love it. Ik ben zoveel vrolijker als dat ik vanochtend was. Because Sasha wasn't happy. Het was gewoon een beetje chagrijnig, weet je wel. It's yellow. Again. Ik had deze strange broek op het oog, want ik vind hem er heel nice uitzien. En dan echt als fashion. Maar ik zag dus in de reacties en de beoordeling dat hij heel groot viel. Dus dat je 2 maten naar beneden moest doen. En ik wou eigenlijk een XL, dus ik heb een M besteld. Oké. Dit ziet er inderdaad groot uit. Maar het is helemaal gewoon een goede band. Hij lijkt lang. Which is nice. Aan de onderkant de sluiting. En volgens mij was deze €40, dacht ik. Wat ik best een nette prijs vond voor een Nike trainingsbroek. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze zit. Ik hoop echt dat hij goed zit en dat hij lekker zit. En ze hadden nog meer kleuren, zoals pastelpaars en zo. Dus ja, heel lekker kleurtje dit. Ik ben heel erg benieuwd. En it's again in yellow. En nu heb ik eindelijk... Het heeft even mogen duren voordat ik ze heb gekocht, maar... Buffalo's. Ik heb de CL de Imi Napa Whites. Maat 42. Want ik heb een keer die echt die hoge platforms aangehad in 41 toen. Maar die zaten echt niet chill. Die zaten gewoon net te krap. Dus ik dacht, ik moet sowieso 42 hebben. En ik dacht, ik wil ze eerst in de winkel halen. Zoals bij Nelson of zo. Daar kan je ook Buffalo halen volgens mij. Maar daar hebben ze meestal geen 42 in de winkel. Ze zijn pretty. Oh my god, ze zijn vegan. Look how pretty. Ze zijn heel leuk. Oh, ik ben fan. Ja. Deze onder die trainingsbroek. Look je wel. Oh, deze moet ik even zo gaan passen. Heel benieuwd. Heel leuk. Ik moet ook even mijn haar gaan fixen. Maar ik zit bijna te twijfelen. Ja, ik moet het wel doen. Ja, ik ga het wel doen. Want het is nu 7:30. Moet erin. Dan moet het ook nog bijna 1/2 uur, 3 kwartier intrekken.
Ja, laat ik het maar wel doen. Ben ik wel wat happier. Oh, ik ga ze passen. Ik ben heel erg benieuwd. En ik heb eerst de witte gedaan. Want ze hebben ze ook helemaal in het zwart. En ik zit te denken om die te halen voor werk. Want ik ben gewoon heel moeilijk in werkschoenen. Ze moeten helemaal zwart van top tot teen. En ik vind dat heel moeilijk om te vinden. Leuke schoenen. Dus ik ga even deze kijken hoe ze lopen, hoe ze zitten. Lopen ze goed en lopen ze heel lekker. Dan ga ik ook de zwarte denk ik aanschaffen voor werk. Maar ik vind het zeker pareltjes wel. En dan zo onder zo'n trainingsbroek. Oh. Heel blij. Deze Buffalo's die zijn 100 euro. Wat ik op zich voor een hele goede sneaker valt het mee qua prijs. Dus ik ga dit even passen. Oh, en een nieuwe schoenendoos voor Vinted pakketjes. Heel erg chill. Ik ben heel happy. Ook met dat van Carla Cosmetics. Echt fucking nice. Helemaal zin om dat te proberen. Dus ja, dat was mijn unboxing. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel. Nee, ik ga mijn haar doen. Daarna, als ik dat erin heb zitten, ga ik lekker koffie drinken. Moet toch nog even intrekken. Daarna ga ik lekker mijn haar wassen en mijn benen scheren. En heel de ruiten met teut. En dan, ja, dat eigenlijk. Oké, ja, tot ziens. Ik ben alweer helemaal afgeleid. Oh, oh, wat een loekoe. Oh, ik moet ook mijn camera opladen. Dus ik hou het kort. Ik ben thuis na werk vandaag. Het was niet zo'n hele drukke dag, maar ik heb wel wat dingen kunnen doen. En het was verder prima en heel gezellig. Het is zo'n kutiefes weer. Ik was helemaal nat geregend toen ik thuis kwam. Toen heb ik mijn haar gewassen, want het moest ook echt gewassen worden. Ik heb nog steeds niet die achterkant geverfd, maar ik ben gewoon te lui. Ik denk, ja, fuck it. It's fuck die oranje plek. Ik had ook in gedachten om foto's te maken vandaag voor Insta-stories voor Burga. Maar het is zo grauw en zo donker buiten dat het gewoon niet meer lukt. Dus ik hoop dat het morgenochtend moet het gewoon. Dus dan moet het ook lukken. Morgen begin ik om 12 uur. Maar ik ga eerder naar werk. Want rond 9:45, 9:50, wanneer ik gewoon de winkel inloop. Dan gaat Sabine mijn wenkbrauwen doen. Ik denk dat ik dat misschien wel even ga filmen, heel stiekem. Gewoon de camera een soort van neerzet. En dan gaat ze mijn wenkbrauwen doen. Super chill. Heel veel zin in. Allereerste keer dat ik mijn wenkbrauwen ga doen. Maar ze gaat gewoon de onderkant harsen. En dan verven. Dus ik ben echt heel benieuwd. Wenkbrauwen mogen wel lekker donker geverfd worden. Hou ik wel van. En dan gaat ze dat doen. Dan ga ik me daarna opmaken op werk. En ga ik me op werk omkleden in mijn zwarte kleding. En dan gewoon lekker chill make-uppen. Want dan heb ik gewoon genoeg tijd. Ik heb meer dan een uur de tijd om me te make-uppen. En ondertussen even wat te eten. Dus ja, heel veel zin in wel. Dat Sabine mijn wenkbrauwen gaat doen. Dus ik moet wat eerder naar werk toe. Maar dat vind ik geen probleem. Dus ik ga lekker super chill. Gewoon lekker kleurrijk erheen. Want dan voel ik me altijd wat lekkerder. Voel ik me altijd chiller dan dat ik in het zwart ga. Ik heb ook nieuwe schoenen voor werk besteld. En ik heb deze Superga's besteld. Ik dacht wel heel erg leuk voor de zomer. En ik wil wat meer zwarte schoenen zodat ik kan afwisselen. Waren nu 50 euro bij Best Secret. Dus echt super chill. Dus hier ben ik wel heel erg blij mee. Die ga ik morgen gelijk aandoen. En verder moet ik nog even kijken wat ik aan ga doen. Maar waarschijnlijk wordt het heel simpel. Ja, dat eigenlijk. Ik ga me camera opladen. Wat ik nog wel even wil zeggen is dat ik de weekvlog waarschijnlijk van vorige week niet upload of niet ga editen. Het was gewoon echt een hele saaie vlog. Want ik heb gewoon jullie niet echt meegenomen. Maar jullie weten het als jullie dit kijken, want dan heb je dat al kunnen zien. Maar ik twijfel er nog een beetje over. Ik leg gewoon te veel druk op mezelf qua vloggen, terwijl het helemaal geen verplichting is, maar aan de andere kant moet ik het ook wel weer doorzetten. Maar deze vlog vind ik nu al veel leuker. Gewoon gisteren met Wendy en al die pakketjes die ik gisteren liet zien en kleding die ik gisteren heb geshopt. Dus weet je, gewoon al dat soort dingen vind ik al zoveel leuker om te laten zien. Dan word ik nu al zoveel happier met deze vlog. Dus ik twijfel nog een beetje, maar het kan ook zijn dat ik hem misschien vrijdagavond gewoon ga editen. Ik heb geen idee. Maar morgen moet ik dus even die Insta-story voor Burga maken. Wordt niet heel moeilijk, maar het moet wel even gedaan worden. Dan ga ik waarschijnlijk even, als het licht een beetje mee zit, een foto maken in de spiegel nog. En ik wil
ja, foto in de trein maken. Maar dat is gewoon een foto van mijn voeten en mijn schoenen, weet je wel, zo. Dus die is niet heel spannend. Dus daarom doe ik ook die kleurrijke outfit aan. It's all for the Insta content. Ook een hele leuke nieuwe samenwerking met My Jewelry. Ik werd vandaag gemaild. Dus die is heel erg leuk. Ik heb een samenwerking met Clues. Het horloge is al binnen. Heb ik gisteren binnengekregen. Echt, hij is zo mooi. Maar hij gaat om, maar mijn arm knelt af. Dus er zit een stukje bij om ertussen te zetten. Dus mijn moeder die gaat proberen om het stukje ertussen te krijgen. Want volgende week moet ik de foto's plaatsen voor Clues. Dus vandaar. Gaat ze dat morgen even checken. Maar hij is zo mooi. Ik kan niet wachten om hem te dragen. Hij is echt fantastisch. Ook, ik heb geen datum gekregen voor de Better Tight panty samenwerking. Maar ik ga natuurlijk wel proberen het zo snel mogelijk te doen. Dus ik wil maandag of dinsdag wil ik echt even content gaan maken voor die panties. Want anders blijft ze zo lang wachten. Dus dat moet echt maandag gebeuren. Dus ik heb echt wel wat samenwerkingen weer die ik moet shooten. En ik heb er zoveel zin in. Ik vind het zo leuk. Ik heb helemaal... Oh, ik word er helemaal blij van. Voor My Jewelry is een swimwear collectie die ik ga shooten. Een badpak heb ik uitgekozen. En twee bandana's voor in mijn haar. Dus ik ga nog even kijken van welke bandana ik daarvoor ga gebruiken. Maar het badpak is zo mooi. Het is helemaal zo'n zebra badpak. Oh, ik moet echt mijn camera opladen. Oh mijn god. Oké. Ik spreek jullie, jongens. Jullie zien mij waarschijnlijk morgen weer. Ik ben hier met Sabine. Hi! Ik zit nu op de stoel bij Benefit voor de Wenkies. Dit zijn ze nu. Ik ben heel benieuwd. Het is de allereerste keer dat ik het ga doen. Het gaat zo lelijk worden. Het wordt zo lelijk. Het wordt verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk. We hebben al gepest. Dus ik ga af en toe even een shot filmen dat Sabine mijn Wenkies doet. Ze vindt het waarschijnlijk helemaal spannend. Ik word helemaal zenuwachtig meteen. Dus, maar dit is echt geen kip in de winkel. Dat is heerlijk. Iedereen moet nog even op gang komen. Nou, begin maar. Ik. Eigenlijk moet ik eerst streepjes zetten. Maar... Kijk, nu zijn we heel charmant. Maar de verf zit hier nog op. Nou, ga je nu precies op dit moment filmen dat mijn stukje gewoon... niet werkt. Oh. Ik leg je graag onder druk. Ja, maar echt. Het is een hele warme. Hoe vinden we deze look? Kijk dan. Oh. Nou, maar Sabine is doing her magic, dus het komt wel goed. Koop het. Zo, nou, de verf. Ik weet niet hoe jullie het kunnen zien, maar de verf is er nu uit. En oh, I love. Ze lijken gewoon 6 keer voller. Dat is echt bizar. Het lijkt op dit. Wat? Sabine zegt, het lijkt op die wenkbrauw. Well, thank you, honey. En nu alleen nog hartje, toch? Ja. Yeah. Alleen de onderkant, volgens mij hartje. Nee, Sabine doet de ding, ik zie het wel. Maar ik ben nu al heel blij. Oeh, hartje gewoon helemaal weg. Oh my god, ze zijn klaar. Ik ben zo blij. Dankjewel, Sapje. Oh, I love it. En nu snel make-up erop knallen en dan moeten we werken. Oh my god. Wat een goede stellage. Het is avond. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik denk bijna 10:30, denk ik. Ik ben weer thuis na de koopavond. En ik ben nog steeds zo blij met mijn wenkbrauwen. Oh my god. Ze zijn nu zo goed gedaan. Sabine heeft het gekild gewoon. Ik ben helemaal blij. Ik kreeg ook vet veel complimentjes vandaag van klanten. Ze zijn je wenkbrauwen mooi, wat gebruik je? Dus ik doe wenkbrauwen bij Benefit hier in Douglas. En het is dus echt een aanrader, mensen. Je kan altijd bij Douglas een afspraak maken waar ze Benefit hebben. En eigenlijk in elke Douglas hebben ze wel Benefit. Ik durf nu eigenlijk niet te zeggen of elke Douglas het heeft, maar je kan het even checken. Je kan daar je wenkbrauwen laten verven, harsen. Er staat altijd iemand in de winkel die erin is getraind. Maak wel van tevoren even een afspraak. En soms kan je ook nog wel eens, als je gewoon binnenloopt, dat ze plek voor je hebben. Maar niet altijd. Dus maak voor de zekerheid even een afspraak. Het is de allereerste keer dat ik het heb gedaan en ik ben zo blij. Zo blij. Ik hoef gewoon niet meer naar mijn wenkbrauwen om te kijken.
over 3-4 weken heb ik ook weer een afspraak ingepland bij Sabine. Want ik ga die week... Dat is de donderdag voordat ik op vakantie ga. Dus ik ga dan vanaf die maandag hebben vakantie. Dus waarschijnlijk ga ik ook vanaf die maandag ongeveer op vakantie. Dus ik zit mijn hele been open te krabben, want ik heb helemaal jeuk. Doet er even niet toe. Dus dan ga ik weer. En ik ben nu al helemaal excited. Want dan ben ik ook helemaal fresh voor vakantie. Maar ik heb een pakketje besteld. En ik heb 2 pakketjes gekregen. Waarvan eentje ik niet eens wist dat ik hem kreeg. Dus dat is echt super leuk. Of nou ja, deels wist. Ook weer niet. En met die ga ik beginnen. Want ik heb een pakketje gekregen van Shop Atelier. God, hoor ik ineens. Nee, het zal wel. Van Shop Atelier van Yara Michels. Mitchells. Ik weet het heel even niet. Volgens mij is Yara Michels. Zij is haar eigen brand. En jullie zien bijna altijd mijn telefoonhoesje met die parelkoord eraan. En andere koordjes eraan. En die is van dit merk. Ik ben al sinds moment 1 ben ik echt zwaar fan. Heb ik alle koorden besteld. Ik heb echt letterlijk alle koorden. Behalve de zwarte. De zwarte heeft Dylan. Maar verder heb ik elke kleur... variant, de lange parelkoord, de korte parelkoord, de korte gouden koord, de lange beige koord. Is er nog eentje? Nee, die lange zwarte koord is er dus. Die heeft Dylan. Maar verder, ik heb ze bijna allemaal. En Yara had al verteld, ik had een contact met haar gehad. Ik ben in de pop-up store geweest. Toen in november. Toen heb ik contact met haar gehad. Want ik had die paars gedeeld. Ze had een paars lila koord uitgebracht. En oh my god, wat vet. En blablabla. Ze zegt, Sas, wacht met bestellen. Ik stuur hem naar je op. Dus ik... Oh my god, dat is een paar weken geleden. Dus ik dacht, nee. Ik had hem nog niet, verder nog niet binnen. Ik had ook niet heel veel verwachtingen. Maar ik zat opeens te denken. Ik dacht, misschien is het vergeten. Maakt ook niet uit verder. Ik vind het al heel lief dat ze, dat ze dit vertelde. En dat ze aan me dacht. Maar opeens heeft ze hem dus opgestuurd. Oh my god, ik ben zo excited. Maar ze heeft niet één ding opgestuurd. Ze heeft 2 koorden opgestuurd. En dit is de lila. Echt de perfecte kleur lila. Met het pareltje hier aan. En dit is dus een lange strap. Dus die kan je zo om je dragen. En ik vind het ideaal. En deze paarse, echt, dit schreeuwt mijn naam. Helemaal fantastisch. En, leuk story. Ik zat net in de trein naar huis. En ik zag dat ze nieuwe koorden hadden gelanceerd. En ik was echt helemaal met rainbow, kraaltjes en summer en met parels. Ik dacht, oh my god, ik moet die hebben. Dus ik heb meteen besteld. Want ja, ze kwamen vandaag online. En ik wist natuurlijk niet dat dit pakketje kwam. Zit die korte met kleurtjes en parels erbij in. Nou, veeg me even op. Dit is fantastisch. Het is vandaag uitgekomen. Dus ze wist gewoon, dit komt uit waarschijnlijk... Die gaan we naar Sas sturen. Nou, ik vind het niet normaal. Ik vind dit zo vet. Ik ben hier zo blij mee. En hoe leuk deze in combi. Nou, raad mij maar op. Maar ik heb dus die korte ook besteld. En de lange, want ze hebben ook een lange met allemaal deze kraaltjes. Dus die heb ik ook besteld. Nou, die kan ik dus gewoon houden. Maar dan moet ik die korte even terugsturen. Of verkopen aan iemand die het wil. Maar echt, ik ga dit zo meteen aan het hoesje doen. Ik heb nu nog het hoesje van Burga eromheen. Omdat ik die moest promoten voor Instagram natuurlijk. Dus dat van Shop Atelier. Yara, ik denk niet eens dat je dit kijkt. Of Shop Atelier, ik weet niet of je het kijkt. Maar zo erg bedankt. Ik ben er zo blij mee. Ik heb je net Yara al een DM gestuurd met hoe dankbaar ik ben. Dus thanks nogmaals. Ik vind het helemaal fantastisch. Ik ben helemaal blij. Dan nog een pakketje die ik heb gekregen. En dat is een samenwerking met My Jewelry voor de swimwear collectie. Superleuk. Altijd een beetje spannend een swimwear collectie op de foto zitten, maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus ik heb een badpak uitgekozen. Helemaal fantastisch. Kijk dan. Helemaal leuke zebraprint. Heel mooi badpak. En ik heb een maat XL besteld, want dat heb ik in kleding ook altijd bij My Jewelry. En qua badpak, ik dacht qua borstomvang moet ik waarschijnlijk een L. Maar qua bovenlichaam en lengte moet ik sowieso een XL. Dus ik heb XL gedaan. Ik haal de cups eruit en ik ga even kijken hoe die zit. En anders moet ik hem even hier aan de zijkant onder mijn oksels een beetje innemen. En dan zit hij wel gewoon goed.
Maar ik vind hem heel pretty voor vakantie en zomer en helemaal zin in. Dus ik ben hier heel blij mee. En er zit een zakje in met een ceintuur die je om je taille kan doen. Dus ook echt super leuk. En wat ik dus had bedacht is om een van deze bandana's dan in mijn haar te doen voor de foto. Dus of de lichtblauwe of de donkergroene. Ik moet even kijken, beide vond ik ze echt heel erg leuk. Dus ik kan er ook eentje in mijn haar doen, eentje om mijn tas doen voor op de foto. Ik moet heel even kijken, maar ik voelde helemaal die vibe om dat zo om je hoofd te knopen. Superleuk, superleuke kleurtjes, dus helemaal happy. Dankjewel My Jewelry dat ik dit mocht uitkiezen en voor deze nieuwe samenwerking. Het is een samenwerking voor Instagram, maar ik dacht ik vind het toch even leuk om ook hier even te laten zien. En dan als laatste, oh ik ben hier zo blij mee. Ik heb een Nuno bag besteld via Zalando, want zwaar in de ziel. Deze had ik al heel lang op het oog. Ik dacht, als ik er één wil, wil ik de grote. Wil ik hem in deze kleur of in het lichtroze. En ze hadden ze beide in de sale bij Zalando. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Misschien was het tijdelijk sale. Misschien is het sowieso sale. Geen idee. En op een gegeven moment, ik zat heet te twijfelen welke kleur ga ik doen. En ik was in de winkel en er liep een meisje in de winkel met precies deze tas in deze kleur, deze grote. Ik dacht, dit is gewoon een teken dat ik deze moet halen. Want ik had nog nooit iemand met die tas zien lopen. Ja, op Instagram en zo. Maar in het echt nog nooit. En opeens zag ik die meid. Ik dacht, dit is een soort... Zij komt nu op mij aflopen. Om een soort van te zeggen, ja, moet die tas kopen. Helemaal mezelf wijsgemaakt natuurlijk. Maar het is... Deze... Deze mintgroene Nuno bag. Ik ben helemaal into mintgroen. Maar deze kleur is helemaal Sasha. Deze tas is fantastisch. Het is zo grappig. Oh my god. En normaal, Nuno bag staat eigenlijk bekend om alle kleine tasjes. Maar ik vind die grote heel tof. Je hebt hier vakje. Hier kan je oordopjes alles in doen. Desinfecteergel. Die kleine dingetjes, die daar kan je erin doen. Ik heb hem verder nog niet opengemaakt. Oh mijn god, er zit zelfs een slotje op. Fantastisch. Het lange koord, ideaal. Die wil ik er even bij hebben. En verder, hier zit een groot vak in en een rits. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ah, ik wil al zo lang een Nuno bag. En nu heb ik er eindelijk eentje en ik ben er zo blij mee. Echt, ik vind ze fantastisch. Het is gewoon uiteraard echt leer en helemaal mooie strap. Je kan hem dus zo om je schouder doen en je hebt de lange strap om je heen te doen. Dus ik ben helemaal verliefd. Ik ga meteen al mijn spullen overzetten en deze tas gebruiken. Ik denk dat deze tas echt gaat verslijten. Gewoon zoveel ga ik hem gebruiken. Want het is een ideale grootte om allemaal dingen mee te nemen. Mijn vlogcamera, mijn portemonnee, alles wat ik nodig heb. Hij ziet er leuk uit. Er zit een lange strap aan. Je kan hem ook kort dragen. Het is gewoon echt een multifunctionele tas. Dus ook als ik gewoon dagje naar de stad ga of noem maar op. Of ik ga shoppen of weet ik veel wat. Is deze tas ideaal. En zo'n leuk kleurtje. Dus past bij alles wat ik draag en mijn hele kledingstijl. Dus ik ben er heel erg blij mee. Nu ben ik helemaal wakker. En dat heb ik altijd op donderdagavond. Dus ik eigenlijk moet slapen. Omdat ik morgen echt heel vroeg weer in de trein moet zitten. 8:30 zit ik weer in de trein. Want ik moet om 10:00 beginnen. Maar ik ben altijd dan op vrijdagochtend helemaal gesloopt. Dus ik ga al die spullen even wegleggen. Tas even inpakken. En dan gelijk lekker slapen. En dan morgen werken. Ik denk dat ik jullie morgenavond zie. Misschien ook camera wel meenemen. Ik heb geen idee. Ik hoop dat jullie vandaag in ieder geval leuk vonden. En dat jullie een beetje leuk vonden om te zien hoe mijn wenkbrauwen werden gedaan. Ja. En oh, deze meid gaat lekker slapen. Helemaal zin in. Oh. Ik heb zoveel geshopt deze week. Maar ik heb nu gewoon alles wat ik wil. Dus ik ben gewoon klaar, weet je. Verder, ik kan bij Zara niet echt leuke dingen zien. Bij H&M ook niet echt meer. Het is niet allemaal spannend. Ik moet nog even een rok van Lovis terugbrengen. Dus dat geld heb ik ook gewoon weer terug. Dan en dat soort dingen. Weet je. Het leven. Ik moet ook nog een broek van Zara terugbrengen. Dat moet ik wel echt heel snel doen. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. En ik ben ook gewoon echt zo blij met die koorden van Atelier. Dat ik die gewoon heb gekregen trouwens. Maar jewelry bikinis komen en badpakken komen in zo'n hele handige bikinitas. Dat als je ook op vakantie bent, moet je die echt meenemen. Want dan kan je gewoon je natte bikini en zo hierin doen. Als je weer terug moet of zo. Dus wanneer je gewoon je bikini de allerlaatste dag voordat je weer gaat vliegen wil gebruiken. Dan kan dat, want je doet hem daarna in zo'n tasje. En je hoeft je geen zorgen meer te maken. Goed verhaal. Lekker
kort ook weer. Nou, Sas die gaat deze tas overpakken naar de Nuno Bag. En dan lekker slapen. Mensen, welterusten en ik zie jullie morgen weer. Het is vandaag zondag. Het is 11:50. Ik ga zo meteen al naar het station richting Almere. Ik heb vandaag rustig aangedaan. Ik heb al een foto voor Instagram gemaakt. Ik... verder niet eigenlijk. Tas gepakt, want ik ga zo dus naar Almere toe. Wat ik aan heb is dit shirtje van Lovies. Deze blazer van Kringloop. Verder sieraden van mezelf. Plus Sommers om D. Zonnebril Lovies. Deze satijnen panterrok van H&M. En ik heb een Buffalo sneakers eronder. Volgens mij ga ik wel lekker op dit fitje. Denk ik. Twijfel nog een beetje, maar ja, weet je. Het enige wat ik mee hoef te nemen was kleding voor morgen. Want ik ben alleen vanavond in Almere. Vanmiddag, vanavond en morgenochtend. Dus, oh, mijn oplader moet ik niet vergeten. Dat zie ik niet. Die zie ik net liggen. Dus die moet ik niet vergeten. Tijdschriftje kan ik nog meenemen voor in de trein. En Dylan moet tot 2 uur werken. Dus ik ben er dan alvast. Ga ik alvast de stad in naar de Mac Store. En die dingen doen. En dan daarna, maar van mij heb ik dat verteld, daarna hopelijk op het terrasje zitten. Maar we moeten nog even afwachten. Want hoe laat we gaan eten? We gaan met het hele gezin van deel eten volgens mij. Dus het is nog even afwachten. Maar ik heb wel zin om heel even gewoon, al is het heel eventjes op het terras zitten. Vind ik gewoon chill. Ik neem mijn Nuno Bag tas mee. Ik heb mijn koordje van Atelier waar ik nog even een foto mee wil maken vanmiddag ook. Ja. Dat. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet lullen. Ik probeer jullie gewoon mee te nemen vandaag. Het is vandaag de laatste dag van de vlog. So I'm gonna try to take you with me. Ik ga nu nog snel naar beneden even drinken. En daarna met de trein. Ik zit in de trein. Ik zie dat ik mijn oplader ben vergeten. Dus ik hoop dat hij het volhoudt. Maar ik moet helemaal omreizen. Oh, die nagels ook. Ik heb ze erover gehad. Maar ik moet helemaal omwijzen. Want geen idee werkt ermee. Dus ik moet nu met de sprinter. Maar die sprinter had iets vertraging wat ik niet wist. Dus ik kon meteen in de eerste sprinter instappen. Want anders zat ik nu nog steeds niet in die ene sprinter. Het is nu 12:30. Dus ik hoop dat ik de bus naar Weesp straks kan halen. Die gaat langzaam meer zetten. Dus we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. We gaan weer een wereldreis opleggen, mensen. Ik ben wel blij dat deze trein iets vertraging had. Dat ik er gewoon meteen in kon. Toen ben ik in ieder geval eerder in Almere. Dus nou ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Dus even lekker omreizen. Maar ik ben nu lekker YouTube aan het kijken. Dus ik vermaak me prima. Ik probeer even niet veel te praten, zodat mijn lipstick blijft zitten. Nou, de trein is nu in het rond, de feest. Ik ga lekker Almere. Lekker reizen. Prachtig weer buiten en ik zit hier in de trein. Ik ben inmiddels bij Dylan thuis. Je hoort Emmee van der Pel op de achtergrond. Ik hoop niet dat ze boos wordt. Ik heb even dat groene shirtje die ik had even in het paars aangedaan. Want mijn Nuno Bag is ook echt, is letterlijk precies dezelfde kleur als mijn shirtje. Dus ik ging er eigenlijk niet zo goed op. Echt die perfecte matchings. Dus ik heb een ijskoffie, maar die is al bijna op. Dylan die zal zo thuiskomen en dan gaan we kijken of we nog tas op gaan. Ik heb even nieuwe foundation en wimpers gehaald bij de Mac Store. Dan had ik hier de foundation opgedaan. Nou ja, ik ben iets donkerder gepakt. En omdat ik waarschijnlijk wel, ik ben wel van plan een beetje lekker in de zon te zitten, wat bruiner te worden. Dus we hebben me even donkerder gepakt dan dat ik nu ben. Maar ja, nog even de Zara ingelopen, de Pull & Bear ingelopen. Maar het was echt allemaal niet zo spannend. Dus nee, deze pet is, heb ik al laten zien. Maar dit is dus niet helemaal dezelfde kleur. En dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, ik ben heel raar. Ik ben echt heel raar. En mijn hoofd is net weer geblondeerd. Dus ik dacht, als ik straks weer naar buiten ga en we gaan wel even op het terras zitten, moet ik sowieso even een pet op. Want anders verbrandt mijn hoofd levend. Vooral mijn middenscheiding. Dus ik dacht, ik moet even een pet op doen, anders komt die goed.
Maar ik ga even verder kijken. Wacht op deal. En dan kijken wat de dag verder gaat brengen. Ik ben helemaal enthousiast. Het is wel warm hier binnen. Maar 26 graden. Maar ik durf niet zo goed de ramen zo open te doen. Want ik ben echt bang dat ik dat dan weer... dat het weer fout gaat, weet je. Dan heb ik het weer helemaal gesloopt. Dus ja. Ja, nou. See you.